Hey Glenn, hoe is het? Alles goed, jongen? Top. Ja, welkom in ons Brabant, hè. Lekker Bourgondisch. Top, hè? Dus ik zal je eens meenemen naar een mooie culinair tocht door Brabant. Ga je mee? Ja, top. Ja. Weet je, vriend? Gastronomie en gastvrijheid, dat zit echt in de Brabantse genen. En als je bijvoorbeeld over aardappelteelt hebt, is de grootste aardappelteelt in Brabant. Nuenen is een dorpje waar mijn restaurant is en is Vincent van Gogh opgegroeid. En die heeft echt de aardappeleters, zeg maar, de aardappel vereeuwigd. En dat maakt het juist mooi. Patat. En dat is, ja, patatten. We hebben een hele sterke evolutie gemaakt van de arme boeren tot de innovatieve van vandaag, weet je wel. En daarom is de eetcultuur heel rijk geworden in Brabant. En dat maakt het zo mooi. Wij telen al meer dan 35 jaar aardappelen op onze zandgronden. Wij doen daar nu mee technologie, dus wij gebruiken sensoren, wij gebruiken drones, wij gebruiken satellietdata. Dus hier op dit veld doen wij iets nieuws, hè. Dit is strokenteelt. En als je goed kijkt zie je hier 8 verschillende gewassen staan in stroken van 15 meter. Door gewassen met elkaar af te wisselen en ook bijvoorbeeld tussen de gewassen ook andere hulpgewassen te telen. En als je goed kijkt zie je de bonen en erwten in staan. Ja, man. Daarmee gaan wij de bodemkwaliteit verbeteren. En als we die bodemkwaliteit verbeteren, dan denken wij ook dat we weer een betere smaak gaan krijgen. Dus een teler met een boon voor strokken. Ja, zo zou je hem kunnen. Zo Glenn, hier haal ik mijn bijzondere groenten. Vooral het bijzondere. Nou ja, in deze tuin groeien 100 verschillende soorten groenten. Zonder kunstmest of zonder gewasbeschermingsmiddelen. En gewoon de natuur zijn dingen laten doen. Wij mogen ze een blinddoek omdoen. En dan mogen ze onze groenten van hier laten proeven en die uit de supermarkt. En dan haal ik er die van ons gewoon uit. Ik ga toch even genieten. Nee, dat is toch mooi? Snijmiet. Dat is lekker, man. Hoe mooier kan je het hebben? Prachtig. Dit zijn sugar snaps. Oh, heerlijk. Oh. Ga je lekker koken, jongen? Ja, yeah, baby. Hè? Sowieso de hoofdrol is aardappel, is gerecht. Hoe gebruik jij je keuken? Mijn moeder is Filipijnse. Ja? Dus heel veel Filipijnse invloeden. Ja? En, maar de Filipijn is ook een land met heel veel invloeden van Spanje, Chinezen. Dus het is echt een mengelmoes van culturen. Mijn voorouders komen uit India en ik ben in Suriname geboren. Ja. Dus eigenlijk ben ik eigenlijk klassiek Frans opgeleid, maar daarna ben ik met mijn eigen cultuur gaan mixen. Ja, maar en, toch heb jij een keuken met ballen, hè? Toch? Sommige dingen laat ik in de waarde, maar ik wil wel karakter hebben. Ja. Ik wil anders zijn dan anderen. Zo rijk, zo wow. Mooi. Die zure, die complexiteit van ja, spices wat hij mee werkt. Dat zoete van die aardappel. Mm-hmm. Dat is prachtig gewoon. Ja. Is een heel super, super dag in Brabant. Fantastisch. Waanzinnig eten hier in Lindenhof. Ik kom terug met een heel leger Belgen. Ja, superman. Dankjewel voor het compliment.